De Bij Ich Marathon. Tijdens de Bij Ich Marathon met onze grote vriend Kraantje Papi hier in de studio. En... Hi. Ik ken jou helemaal niet zo blij op die manier. Die net de challenge aanging. Ik moet het echt eerlijk zeggen. Er zijn allemaal woorden ingestuurd van luisteraars. Die heb ik hier op een A4'tje staan. Hij heeft ze nog niet gezien. Hij wil ze tot nu nog niet zien. Net... Zijn te veel. Het is echt een heel affietje vol. Oh, je mag kijken hoeveel je er pakt. Je hoeft ze niet helemaal aan te pakken. Ja, precies. Maar echt net, het papiertje werd hem aangegeven. Zit hij, nee, ik wil het nog niet zien. Hij heeft één keer de beat gehoord. Echt de eerste 10 seconden van een instrument dat ik zo ga instarten. En jij zegt, nee, meer heb ik niet nodig. Ik ga wel freestylen. Ja, of het goed wordt, kan ik niet beloven. Maar je kunt dat op zijn minst proberen. Maar schrijf jij ook zo de teksten van je nummers? Dat je gewoon de beat hoort, dat je een beetje gaat rappen. En dat je denkt, dit klinkt wel tof, laten we het opschrijven. Ja. Ja? Ja. Is dat hoe je werkt? Mhm. Oh, tof. Oké, nou dan krijgen we een klein inkijkje daarvan. Ik ga even meeschrijven hoeveel woorden ik hoor. Ik ga ik het misschien niet eens allemaal bijhouden wat hij allemaal eruit gaat gooien. Maar we gaan het doen. Heeft iemand een lijst voor mij? Ja. Dat lijstje komt eraan voor je en ik start de beat voor je in. Kraantje Papi freestylt hem live hier bij Igmar. All right. Yeah, yeah. Yeah. Bij Igmarathon Radio, Little Crane come again. Hey, hey. Abonneer hem op de YouTube of yes homie, je volgt al. Het eerste woord begint en het woord dat noem ik een gorfbal. Een birdie of wat dan ook, zet hem hole in one. Want dit is Kraantje Papi, er is niemand die het zo kan. Het tweede woord dat is giraf, die lange nek. Je kent hem met die vlek en daarom ben ik hier. En ik heb die beat zo genekt en niemand zegt me bitter garnituur. Vriend, wil je het bestellen? Een bitterbal of twee of kleine van die frikandellen. En een pijnboompit, dat is hoe ik ook fijn zit. Als ik in mijn woning ben en ik weer uit Gronings ben. En ik zeg je toch, dan krijg je appelsap. Lekker man, pers het maar. Dit is Kraantje Papi, ik heb die rap nu klaar. Een afdruiprek zit er nu bij. En niks dat rijmt op die shit. Maar ik zet mijn lepels erin. En ook mijn messen en shit. En daarna heb je flap. Dit is de bijnaam die mijn vader me gaf. En daarom ben ik hier. Ik ben nog steeds freestyle. En ik maak het af. Het is Groningen. De 050, Little Cranny. En je weet toch als ik kom, dan kom ik op die beat van Drakey. Dit is echt maar. En geen tijd voor vakantie. En daarom ben ik hier. Je ziet me overal. Zoals mijn homie Dansky. En dat is wat ik doe. Ik zeg het. Ik breng die gekkigheid, kleinigheid of alles wat je wil. Alleen geen kleine meid. Nee, ik hang met vrouwen en shit. En daarom is het volgende woord banaan. Dat is waar ze van houden en shit. Ik zeg je toch, nou pak die broodrooster op en roos je broodje. Want dit is Kraantje Papi, vandaag niet meer in zijn blootje. Maar toch is mijn reptiel altijd hier zo op scherp. Wat is dat voor een woord? Je weet toch hoe ik daarmee werk? Dit is kunstgebied. Ik denk je bedoelt toch wel eens een kunstgebied. Dit is Kraantje Papi, you, die elke week die kunsten spit. Ik heb genoeg lyrics, leg ze in een vrouw. Dit is de Kraantje Papelietes met zijn prachtdaden. Ik zeg het toch, het volgende woord, ik weet niet wat het is. Mensen denken van je kent het wel, je hebt het mis. En ik zeg het sowieso, ik hou het real net als een Hermes riem. Shit, opeens valt hij door, ik geloof het woord is BIM. En daarna is het hypotheek, ik heb hem afgesloten. Want ik wou een huisje kopen en ik wou er blijven wonen. Met mijn meisje daar in het hoge noorden naar de kloten. Je weet hoe we het doen, ik kom hier altijd, heb je nooit bedrogen. Daarna krijg je pompen, de beat is afgelopen, maar Kraantje Papi. Die gaat door, je moet, dat is gesnopen. Dan heb je pils, zaag, rokjesdag in de buurt slet. Kraantje Papi, je weet toch hoe die elke dag te guur hebt. Bliksem snel, anticonceptie, dat zit er ook bij. Niet voor mij, dankjewel. Testosteronne bom, hè? Huh? Klompen, 06 nummer. Ja, dit blijft wel zijn kracht, hoor. Dit is niet normaal. Maar oefen je dit of zo? Kan dit? Ja, dat kan toch niet? Ik heb die woorden net gezien. Nee, dat heeft hij echt niet gezien. Maar ja. Hoe gaat dit dan? Je begint gewoon alvast met een zin en dan kijk je vast naar het volgende woord of zo. Je was er toch bij? Ja! Ja, ik ga dat in je hoofd kijken! Ja, geen idee. Heel knap, heel knap.